goedemiddag en goedemaandag, lieve mensen. Nou, afgelopen week luidde de luchtvaartinspectie de noodklok, gesteund door de vakbonden en KLM. Zij willen een internationaal vliegverbod voor luchtvaarders die zich misdragen. Want hoewel er vanwege de pandemie dus minder wordt gevlogen, zijn er meer incidenten dan ooit. Agressieve passagiers die weigeren om een mondkap op te zetten of stomdronken om zich heen gaan slaan. Soms keert een vliegtuig zelfs om. Nou, probleemgevallen worden bij aankomst meteen op een zwarte lijst gegooid. Maar het vervelende is dat maatschappijen die niet onderling mogen uitwisselen. En zo blijft het probleem bestaan. Want als je er als vlieghufter er niet meer in komt bij KLM, ja, dan boek je gewoon een vlucht bij EasyJet, waar je opnieuw fijn de boel kan gaan afbreken. Vandaar dat de vakbonden nu eisen dat deze zwarte lijsten onderwin kunnen worden uitgewisseld. In verband met de Europese privacywetgeving zal dat waarschijnlijk niet lukken. En dus vroeg ik me als betrokken druktemaker af of er geen alternatief is. En zo pakte ik er de algemene vervoersvoorwaarden van diverse luchtvaartmaatschappijen bij. En zoals altijd zijn bij reglementen niet zozeer de regels het interessantst, maar wat er wordt weggelaten. En in het geval van de vervoerdersvoorwaarden van de luchtvaartbranche biedt dat laatste onverwacht veel bewegingsvrijheid. Want nergens staat bijvoorbeeld dat de passagier in kwestie per se bij bewustzijn moet zijn tijdens de vlucht. Wat nou als zo'n vlieghufter na meerdere waarschuwingen gewoon even een roesje krijgt? Het cabinepersoneel is sinds 9/11 verplicht getraind om mensen te overmeesteren en kan zo makkelijk iets toedienen. Wat dat betreft is het trouwens een zegen dat veel van dat soort types moeilijk doen over het dragen van een mondkapje. Want tegen een ontbloot gezicht is zo'n lap met chloroform gewoon veel effectiever. Nou, vervolgens leg je het bedwelmde sujet bij een raamplaats, zo hoeft niemand daar overheen te klauteren om naar de wc te kunnen, en laat je hem of haar na landing rustig bijkomen bij de plaatselijke marechaussee. Ja, het klinkt misschien wat extreem, maar er is eigenlijk geen andere oplossing mogelijk wanneer onze overheid, in tegenstelling tot bijvoorbeeld die van de Verenigde Staten, de boetes voor wangedrag in vliegtuigen niet gewoon opschroeft, wat natuurlijk niets te maken heeft met het feit dat de Nederlandse staat de afgelopen jaren voor honderden miljoenen in de luchtvaartbranche heeft geïnvesteerd. Anesthesie is dan de enige uitkomst wanneer mensen het niet meer kunnen opbrengen om zich gewoon te gedragen. De onruststokers krijgen zo bovendien een gratis extra trip, namelijk naar Dromenland, waar ze heerlijk mogen verwijlen in het warme bad van het eigen gelijk, zonder dat ze anderen er nog luidkeels mee lastig kunnen vallen. Bijkomend voordeel, in deze staat van narcose kan je hen ook veel makkelijker een mondkapje laten dragen. Het is een elegante, pijnloze oplossing voor andermans wangedrag. Bij een gedoetje krijg je gewoon een roesje. Op weg naar een zorgeloze vakantie. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.